heeft iets bij zich. Ik zou zeggen, kom binnen. Ik wil even een groot applaus voor Yvonne. Dankjewel, dankjewel. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Yvonne. Ik weet niet, Nederland zal misschien niet kennen. Ik kom uit Elten. En ik heb ook MS. Of ik had MS. Ik ben 2 jaar geleden begonnen met mijn stichting. En ik ben 1 jaar geleden naar Mexico geweest. En het gaat heel goed met mij. Dus ik ben heel, heel blij. En ik gun dit natuurlijk ook Tienke. En ik snap dat er ook vragen zijn bij jullie. Hè? Hoezo Mexico? Hoe zit dat dan? En waarom is het hier niet? Dus daar wil ik toch wel even iets over vertellen. De stamceltherapie wordt ook in Nederland gegeven. Mensen met kanker, bloedkanker vooral, krijgen stamceltherapie. Voor MS, terwijl al heel erg is bewezen hoeveel baat mensen met MS met deze behandeling hebben, is dat nog niet beschikbaar. En dat ligt eigenlijk aan dat er nog geen studie is gestart. En om een studie te starten, moet pharma eigenlijk heel veel geld pompen om een studie te laten lopen. En dat komt niet van de grond. Omdat pharma geen belang heeft, komt die studie niet van de grond. Dus wat voor keuze heb je dan om ergens op zoek te gaan om het te kunnen kopen? Ja, de behandeling is eigenlijk niet zo heel erg spannend. Je krijgt heel veel chemo, je stamcellen worden uit je lichaam getrokken. En na nog meer chemo krijg je je eigen stamcellen weer terug, waardoor je immuunsysteem wordt gereset. Dus je hebt een nieuw immuunsysteem waardoor de T- en B-cellen, die verkeerd waren tijdens de MS, weg zijn. En daardoor is het in ieder geval gestopt en heb je lichaam de kans om weer wat beter te worden. Even nadenken wat ik nog meer wil vertellen. Waarom mijn keuze was voor Mexico? Je hebt eigenlijk een keuze tussen heel veel landen. Ik kon kiezen tussen de Filipijnen, India, Israël, Mexico, Rusland, Zweden. Engeland wordt immers ook gedaan. België is een aangepaste therapie. Dan moet je gaan kijken waarvoor je in aanmerking komt. Zweden heeft een hele zware selectieprocedure. Ze hebben zoveel aanvragen en natuurlijk gaan eigenlijk hun eigen eerste mensen voor. Dus je moet een hele, hele, hele agressieve vorm hebben, wil je daar in aanmerking komen. Dus, en alle medicatie moeten hebben uitgeprobeerd. Dus dat was voor mij eigenlijk geen optie. Toen was eigenlijk onderaan de streep was mijn optie Mexico of Rusland. Want die therapie is eigenlijk hetzelfde. Alleen het verschil was eigenlijk dat Rusland een inpatient behandeling was. Dat betekent in het ziekenhuis. Dus dat je een maand lang echt in het ziekenhuis blijft. En Mexico heeft een outpatient behandeling. En dat betekent eigenlijk dat je een appartement hebt waar wel alle zorg komt. Je gaat wel vaak naar de kliniek. Maar alle zorg komt ook bij je in huis. En dat vond ik een heel goed idee. Want in een ziekenhuis, dat weten jullie allemaal, zijn natuurlijk heel veel bacteriën. En ik denk als je geen immuunsysteem hebt, kan het niet een goed idee zijn om in de buurt van bacteriën te zijn. Dus vandaar mijn keuze voor Mexico. Ik heb heel veel met Tineke gesproken en ik zie zo dat ze dit nodig heeft. En ik vind dit zo warm wat jullie met z'n allen voor haar organiseren. 2 jaar geleden had ik hier niet zo gestaan. Mijn hele linkerkant was totaal weggevallen. Ik kon sowieso niet zo lang staan. En als ik nu kijk, 1 jaar later, ik sta weer, ik werk weer, ik heb weer energie. Dat gun ik ook echt Tineke. Dus we moeten met z'n allen gewoon zorgen dat Tineke zo snel mogelijk naar Mexico kan gaan. Mijn stichting had nog een beetje geld over. Dus ik heb Tineke, kan je hier komen? Dus vanuit mijn stichting geef ik heel graag Tineke een cheque, op de kop natuurlijk. Ja, dat kan. Van €5.000. Maar dat geld is dus eigenlijk ook voor jullie allemaal, want jullie hebben ook voor mij ingezameld. Dus dit schuiven we gewoon door naar Tineke. En jij kan dit. En ik weet dat jij hier over 1 jaar staat. Echt met een glimlach op je gezicht. En je voelt dat het anders is. I'm
Nou, mensen, na deze geweldige onderbreking gaan we direct weer door met de DJ Contest. En nummer 2 op de lijst is iemand die heel veel van ons wel kennen, maar die sinds kort ook een eigen bedrijf heeft. Ik wil u aankondigen. Dan ga je van mij ook een DJ Brickhouse. Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Oké. Het animo is heerlijk. Welkom bij DJ Brickhouse. Het komende kwartier neem ik je mee naar thuiskomen in je eigen huis. Mijn eerste nummer die kwam uit in 2017 en is van de Australische formatie Shepherd. Kom lekker thuis met Coming Home.